Een tijdje geleden is Emiel Raterban begonnen met vloggen. Je kent hem misschien al wel van televisie of van tjaka-achtige dingen. Tjaka! Maar nu is hij dus ook vlogger. Dit is... Nee. Dit wordt uitgezonden. Ik heb de vlogs van Emiel bekeken en ik heb een artikel over geschreven voor Vice. Waarin ik zei dat ik ze wel leuk vond, maar dat het nog wel een en ander kan verbeteren. Emiel heeft toen zelf via Twitter gereageerd met de vraag of wij dan met hem een goede vlog wilden maken. Nou, dat leek me hartstikke onzinnig, maar vooral ook hartstikke leuk. Ik heb de hulp ingeroepen van iemand die heel goed kan vloggen, René. Ik ga Foy ophalen met Cup Double D. Oké, dus ik ben gezakt. Ja, laten we maar kijken wat we ervan kunnen maken vandaag. Hey. Goedemiddag. Dag. Sander. Oh, ben jij die man die me kapot geschreven heeft? Helemaal kapot geschreven. Nee, constructieve kritiek, hè? Dit is René. Nee, ja, maar zo zie ik dat ook. Zij gaat jou vandaag vlogles geven. Hé, hey, want wat vind jij nou het leukste aan het vloggen? Het leukste aan het vloggen is de spontaniteit. Ja. En dat je dus je boodschap kwijt kan. Dat je echt elke keer kan zeggen, jongens, luister eens even. Het is niet negatief dat Trump wint, maar dat is positief. Maar waarom verwerk je dat dan niet in je vlogs? Ja, maar goed, dat leer ik nou van jou. Je moet eigenlijk soort van je eigen leven dan online gooien. Ja. Maar dan wel met een vaste rubriekje erin. Zo, oké. Nou, dit is dan de vlog. Dit is vlog nummer 1. De echte eerste vlog van Raterband. En ik word hier gecoacht door supermodel René. Ja. Sex sells. Dus kijk even goed naar haar. Kijk je niet voor mij, dan kijk je voor haar. Nou ja, goed. En dan gaat het even om. Het moet niet te lang duren natuurlijk. En daarna eindig ik dus gewoon met, vond je het zo? Of vond je het zo? En want namelijk, ik moet leren van jou. Hoe erg ben jij gehecht aan je haar? Ik ben niet gehecht aan mijn haar. Nou, okay, wij gaan even op onze positie staan. Even kijken. Hier zitten. Zo, nou, dat is nog nooit gebeurd dat gewoon... Emiel, blijf vloggen. Ik blijf vloggen. Oh, dat is een neus. Oh, niet zo hard, niet zo hard. Ik voel gewoon dat het eraf gaat. Oh ja, dit werkt. Oh man, I lose my hair. Dit werkt goed. Mag ik ook even proberen? Oh, ja, tuurlijk. Hier. Maar niet de bovenkant. Die zou ik voor het eerst even laten. Nee, joh. Oh, wat een schoft ben jij, Sander. Oké, okay, Emiel, je hebt nu de binnenkomer. Ja. Je kop is kaal. De credits heb je verdiend van de kijker. Ja. Denk ik. Denk jij, oké. Okay. Nu alleen nog de continuïteit, hè? Ja. En de vormgeving. Van de vlog. En dan kan het niet meer misgaan.